Daar staat nog een ernstige waarschuwing. Eer dat de kwade dagen komen. En wat wordt bedoeld? Nou ja, daar volgt een hele beeldspraak. En dat zijn allemaal beelden die te maken hebben met aftakeling van je lichaam en met het komen van de dood. Teksten die nogal eens gelezen zijn op een begrafenis. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers zullen door de straat omgaan. En allemaal beelden worden er gebruikt om dat aan te geven. Wees wakker, jongens en meisjes. Wacht niet tot je oud geworden bent. Iedereen wil oud worden, maar oud zijn valt niet altijd mee. En ach, vergeet je goede tijd, je beste tijd, je jeugd. Gedenk aan de Schepper in de dagen en uw jongelingschap. Zijn jongens en meisjes, de Heer heeft nog een extra tekst voor jullie, weet je dat? Die de Heer vroeg zoeken zullen hem vinden. Beloften, hè? Oh, wat fijn. Dus kinderen moeten al vroeg de Heer gaan zoeken. Zich niet van hem afkeren. Ja, als docent op de middelbare school heb ik mijn leerlingen nogal eens willen waarschuwen op allerlei manieren. Mijn catechisante trouwens later ook wel, toen ik predikant was. Ik gebruikte nogal eens een beeld. Een beeld wat voor mij leefde. Omdat een van mijn voorkeurswandelingen is een wandeling bij Westkappel. De Westkappelse zeedijk. Tussen Westkapelle en Domburg, of in ieder geval anders bij de radartoren, die schepen die uit Vlissingen komen. Waarom is dat voor mij een aangename wandeling? Dan kijk ik naar die schepen. En dat heb ik tegen mijn leerlingen en catechisanten nog alles gezegd. Dan zie ik daar van die schepen, bijvoorbeeld een containerschip, groot schip zeg, of een bulkcarrier, of gewoon een coaster, of nou ja, allerlei schepen. Maar wat zie je bij al die schepen? Moet je goed opletten. En dan zei ik tegen de jongens, en dan keken ze me ongelovig aan. Ze geloofden me niet en ze hadden groot gelijk. Dan zei ik tegen die jongens, tegen die catechisanten, of tegen die leerlingen. Ik zeg, weet je wat ik dan zie, hè? Dan zie ik wel eens zo'n groot schip, zo'n containerschip, bijvoorbeeld de Noordzee opvaren. En dan gaat hij rondjes varen. Zomaar een beetje rondjes varen. Of zo'n bulkcarrier, zo'n grote boot. En die kapitein die gaat zomaar wat rondjes varen. Dat doet hij dan. Totdat er een storm komt en dan zinkt hij. Denk je dat ik dat ooit gezien heb? Dat ik nog nooit gezien, heb ik dan gezegd. Dat heb ik echt nog nooit, dat gebeurt niet. Wat gebeurt er dan wel? Nou, zo'n boot komt uit Antwerpen en die vaart de Westerschelde over en die gaat naar het noorden. Die steekt over misschien naar Engeland. Of die gaat naar het noorden, naar Denemarken, Zweden. Of die gaat naar de Baltie. Of die gaat naar de Nauw van Calais. Maar in ieder geval, die zet zijn koers uit. En dan zie je gelijk zo'n schip. Ik zeg jullie. Ik schreef vroeger in een poëziealbum van een meisje. Wat niet één keer, ik heb het wel 100 keer geschreven, denk ik. Een poëziealbum, ze kwamen altijd met die albums bij je als onderwijzer. En dan schreef ik het volgende versje. Wij varen op de levenszee, ons leven is een schip. De weg is lang, de golven hoog, we slaan gauw op een klip. En als de stormen woeden, slaan de golven binnenboord. Wat ons alleen kan hoeden, is een goed kompas, Gods woord. Vraag Jezus bij je in het schip, want onze kracht is klein. Ook hij voer eenmaal in de storm, laat hem je stuurman zijn. Dat schreef ik al voor die meisjes die met de poëziealbum kwamen. Maar die jongens heb ik het ook vaak gezegd, hoor. Je levensschip, dat moet niet als een of ander, ja, voorwerp van een dwaze kapitein een beetje rondvaren totdat het in de storm zinkt. Ben je nou? Je moet een koers uitzetten. En dan moet je weten waar je heen moet. Kijk, dan moeten jullie naar doen met je levensschip. Jongens, meisjes, hier ook. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. In je jeugd moet je gaan bezinnen. Wat voor een koers vaart mijn levensschip? Waar moet het heen? Heb ik het oog op een behouden haven? Heb ik een goede stuurman nodig? Is Gods woord mijn kompas? Let wel op, gemeente, want dit is een boodschap voor ons allemaal. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen.
Oh, hier worden waarschuwingen bijgevoegd. En ja, ik zou ze nog even kunnen noemen. Ze zijn best indrukwekkend, hoor. Als het gaat over jeugdzonde. Wie soms je lichaam zo doen aftakelen in de ouderdom. Dat gebeurt nog alles, hè. Door jeugdzonde, bij doof. In je ouderdom, die altijd van die schreeuwerige muziek hebben beluisterd die in de hel gecomponeerd kon zijn. Ja, zo zijn er andere voorbeelden te geven. Kwalen die door jeugdzonde vaak nog zwaarder worden. De zon en de maan en het licht en de sterren verduisterd worden, staat hier. Je gezichtsvermogen raak je kwijt. De wolken komen weer naar de regen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent bui na bui. Je hebt wel eens van die weertypes, hè? De ene bui is nog niet voorbij, of de volgende komt alweer. Bui na bui. Soms is dat in de avond van je leven ook zo. Iedere keer zit je weer bij de dokter. En iedere keer weer voor iets anders. Kwalen. Als de wolken weer komen na de regen. De wachters des huizes zullen beven. Dat zijn je sterke benen. De sterke mannen zichzelf zullen krommen. De maalsters zullen stilstaan. Je denkt natuurlijk aan je kiezen. Omdat ze minder geworden zijn. Die door de vensters zien verduisterd zullen worden. Je denkt aan je ogen. De twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Je denkt aan je stem. Aan je spreken. En ja, nederig geluid der maling. Je kunt niet meer zo goed eten. En niet meer zo goed kauwen. En dan de stem van het vogeltje bij het wakker worden. Veel te vroeg wakker zijn. En niet meer kunnen slapen. Zangeressen worden nedergebogen. Vroeger kon je ze goed zingen. Maar het is voorbij. En zo het een naar het ander. Hè? Het wordt zo allemaal in beeldspraak genoemd. En dan komt de prediker uit bij ja, beelden van het sterven. Daar komt hij uit. En daar spreek je dan nog wel eens over op een graf. Maar dan is het te laat voor de persoon die begraven wordt. We moeten het op tijd leren. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Zijn we bereid? Hebben we onze schepper gedacht? In de dagen van onze jongelingschap. Eer de kwade dagen gekomen zijn. Kom, vraag het u nou eens af. Hoe gaat u daarmee om met de roepstemmen? Er zijn veel mensen die slordig leven. Hè? En die het woord van God makkelijk naast zich neerleggen. En die het niet ernstig nemen. Maar die dreigen om te komen. Kom, ik hoop van u betere dingen. Dat u uw knieën buigt en zegt, Heere, nou heb ik gehoord dat ik mijn schepper moest gedenken. Dienen dus, eren dus. Ja, vanmorgen ook gehoord, ik zou moeten leven tot uw eer. Heer, ik heb het niet gedaan. Ik heb er niks van gemaakt. Wilt u me vergeven en aan uw hart geven. En aan uw leven geven. En uw verlangens geven. Zodat ik toch aan u ga gedenken. En dat is niet alleen hier in je hoofd. Hè? Dat is echt het ervaren. Dat is echt de beleving. Dat is echt als de enige herder, de Heer Jezus Christus, het woord kracht geeft in je leven. En je hem gaat zoeken tot je eeuwig behoud. Oh, dan is het nog tijd om je rechter om genade te bidden. Heb je alles verzondigd en dan mag je toch nog bidden. Om genade en om vergeving.